vis aan het oppervlak. Hallo allemaal. Goedemorgen iedereen. Het is lang geleden. Het is vandaag 28 mei en de gesloten tijd is eindelijk over. En dit jaar begin ik eigenlijk rustig. Gewoon een rondje met een licht hengeltje door mijn eigen dorp. Eens kijken of ik de eerste paar visjes kan vangen. Ik vis met heel klein materiaal, kleine plugjes, licht hengeltje tot 10 gram. En een klein molentje eronder, een 1000 Shimano molentje. En natuurlijk een dun lijntje erop. Ik denk deze tijd van het jaar toch wel een van de leukste manieren om op roofvis te vissen. In water als dit tenminste. Dus we gaan eens kijken of we vandaag vissen kunnen vangen. Oeh. Zo, er ligt daar echt... Ik weet niet of jullie dat zagen. De camera, die GoPro lens, die haalt alles op afstand vaak een beetje weg. Maar er ligt daar echt vis aan het oppervlak en ik tikte er nou net eentje aan. Nou, ik sta nu zeker een uur te vissen met dit plugje en ik heb nog geen aanbeet gehad, dus dan is het tijd om te wisselen. Oh, verkeerde hak. Ik zeg altijd maar, als je echt, zoals nu ongeveer een uurtje met een aasje staat te gooien, en je hebt zelfs nog geen aanbeet gehad, ja, dat je een keer geen vis vangt, dat kan. Maar als je zelf nog geen aanbeet of zo hebt gehad, wissel gewoon lekker. Dan probeer je meerdere aasjes uit op een dag en dan kom je er vanzelf achter waar ze goed op bijten. In dit geval ga ik gewoon voor een ouderwetse spinner. Zo kan het ook, hè? Nou, eindelijk een snoekie. En we hebben eindelijk het eerste snoekie van het nieuwe seizoen. Gelijk een reus, dat zagen jullie wel. De acrobatensprong die maakte een hoop goed. Een spinnetje mag er lekker aan blijven. Hopelijk op naar de volgende. Thank you.
waar je natuurlijk altijd erg mee moet houden is, zoals nu, ik heb een paar uurtjes over, waar ga ik dan vissen? Gewoon de slootjes en watertjes in het dorp dat ik woon. Ja, zo zijn er natuurlijk tientallen andere vissers die precies hetzelfde doen. Die vissen allemaal op datzelfde water. Over het algemeen is de visdruk in zulke slootjes, ondanks dat het maar kleine prutslootjes zijn vaak, is die visdruk hartstikke hoog. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Die vis is best wel wat gewend. Dus ondanks dat je eigenlijk de simpelste manier van vissen doet, gewoon met een spinnetje en een beetje slootjes afgooien, moet je er echt niet raar van staan te kijken als je gewoon rustig 3-4 uur staat te vissen en je vangt er maar, 2-3. Soms vang je helemaal niks. Terwijl als je bijvoorbeeld ergens in de polder gaat staan gooien, vang je het 4-5 dubbele daarvan. Eerst een worp. Natuurlijk, we hadden nog geen zak gevangen vandaag. Shit. Dat was een mooie snoek, jongens. Dat was echt een mooie vis. Oh, dat is een baars. Ik denk hij pakt hem weer. Oh, die strook af. Nou, het gaat wel lekker. Zo, volgens mij heb ik iets vals gehaakt nu. Dit is zeker geen snoek. Of het is echt een meter. Oh nee, het is een brasem. Zo, en een lap ook gewoon. Nou, hier zijn we wel even zoet mee op een stokje als dit. Ja, wel even sport. Zo, ik hoop dat ik hem zo los kan tikken. Jongens, zoals jullie zien, een heel ander soort video. Deze video's zullen soms niet altijd tientallen vissen in voorkomen. Maar dit is eigenlijk de enige manier hoe ik toch video's uit kan blijven brengen. Gewoon GoPro op mijn hoofd en lekker gaan vissen. Vond je deze video toch leuk? Geef hem een duimpje omhoog. Ben je nieuw op ons kanaal? Abonneren kan hieronder. Facebookpagina staat in de beschrijving. En dit is echt lang geleden. Keep fishing. Later.